alle video's en fragmenten check je op 538gemist.nl. Een groot applaus voor Laurie! Hey! Hey! Welkom in de studio! Leuk dat je hier mag zijn! Ja, en het duurde even, want wat is er met je haar gebeurd? Ik zat dus bij de kapster. Ja. Even nieuwe extensions, nieuwe kleuren aan te brengen. En toen kreeg ik jouw berichtje. Ja, je zat helemaal midden in de kappersbehandeling. Ik was helemaal pijn aan het lijden. En toen dacht ik, check, ja, gewoon nieuwe kleur. Nieuwe kleur. Ja. Dit is, dit is speciaal, ja, ja. Hè? Oh, dit is speciaal haar. Ja. Ja, en dan, van wie was dit haar ooit? Ja, van wie? Geen idee. Van wie is het haar geweest? Wat is het? Geen idee, het is nu van mij. Hey Laurie, van The Voice of Holland. Ja. En Killer Karaoke ook nog, hè? Heb je net gezien? Oh, we krijgen nog even een drankje. Dankjewel, Cindy. Oh, lekker. Mag ik gewoon heel saai water, alsjeblieft? Dankjewel. Ja. Het is gewoon koud, hoor. Ja. Okay. Maar goed, vertel. Killer Karaoke, nieuw programma op RTL 5. Ja. Wat had je alweer gedaan? Ik had The Walk of Fear gedaan. Het was echt verschrikkelijk. Op tv kon je zien dat het verschrikkelijk was. Ja. Maar geloof me, het was nog 100 keer erger. Maar leg eens uit, wat moest je precies doen? Ik moest dus over een catwalk heen lopen. Met allerlei verschrikkelijk de smerigste dingen. Nummer 1, dat wist ik toen nog niet. Ja. Maar dat waren brandnetels. Nummer 2 was iets met visafval of zo. Nummer 3 waren muizen vallen, echte vallen die gewoon dichtklapten. En dan moest je doorheen lopen. Lopen, ja. Met blote voeten. Nee. Maar de laatste twee waren het ergste, want 1 was met koeienogen. En de laatste was gewoon dode vogelkarkassen. Echt letterlijk gewoon koppen uit elkaar gerukt, het was echt niet leuk. En zelfs bij televisie moet het natuurlijk 100 keer over, dus dat heb je heel vaak gedaan. Of? Hell no, 1 keer. 1 keer gedaan? Ja, maar gelukkig had ik Jan. Lekker drankje. Dankjewel, Jan Kooijman, die was mijn prins op het witte paard. Proost. Proost, omdat je zo'n lange rit hebt gehad en nu bent gekomen, jongens. Mm. Maar even serieus, ik ben niet eens ingezongen, niks. Nee, dat gaan we zo doen. Je hebt zo de tijd om te repeteren. Okay. Want ik weet niet, hebben we nog beelden van dat Killer Karaoke? Oh nee, echt. Volgens mij hebben we dat wel ergens. Dat we even kunnen zien hoe dat allemaal gegaan is. Hele wilde toestand. Nou, laten we even. Hebben we we hebben alleen beelden van The Voice. Nou, dat was ook echt een marteling, hoor. Laten we even gaan kijken, The Voice. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ja, dat was Laurie bij The Voice of Holland, alweer een jaar geleden. Ja, nee, echt. Voelt het als een jaar geleden of langer? Het voelt veel korter. Oké. Want het was echt een avontuur dat echt zo snel voorbij is gechased. En ik heb zoveel plezier gehad. Wij hebben ook nog heel veel. Ja, nee, klopt. Ja, jij hebt nog op de afterparty van The Voice heb je nog gezongen. Wat bedoel je niet? God. Oh nee, vertel. Iedereen was echt naar de kloten op de afterparty. Ik ook. Na een hele lange tijd van, hè, gedisciplineerd leven. En inderdaad, Barry, toen kwam ik bij jou on stage, half lang, het liedje zingen wat ik zo meteen ga zingen, met een lijntje in de hand. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, je deed het echt heel soepel. Volgens mij viel ik in slaap halverwege viel jij in slaap op de DJ-boot. Dus dat was een hele mooie situatie, was dat? Dat heb ik jou laatst nog aan heel herinneren, ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Op Twitter. Dankjewel. Ja, ja. Maar hoe het afgelopen jaar is, de Killer Karaoke heb je natuurlijk gedaan, maar je hebt ook niet stilgezeten. Wat heb je het afgelopen jaar allemaal gedaan? Ik heb zeker niet stilgezeten, want ik inmiddels ben ik bezig met mijn platencontract afronden in het buitenland. Mm-hmm. Ik ga dus een album opnemen in Londen. Okay. En ik mag echt met supergrote hitproducers, gelinkt aan namen als Rihanna, Justin Timberlake. Ja, ik las het inderdaad, ja. Ik wilde het aan je vragen. Is het een roddel dat je met de producer van Justin Timberlake en Rihanna roddel gaat samenwerken? Maar dat is echt waar. It is true. Oké, en welke hoek kunnen we het zoeken? Wat voor muziek wordt het? Nou, ik heb echt iets belachelijks vreemds bedacht. Niemand doet het, naar mijn weten. Dus ik ga het nog niet verklappen. Maar ik probeer twee werelden samen te brengen. Zodat mijn fans van nu nog steeds. Ik denk dat ze het leuk vinden. En ook nieuwe. Dat ik ook nieuwe mensen aanspreek. Maar het wordt fantastisch. Als het komt,
zoals het er nu naar uitziet, in oktober komt single 1, najaar. Ja. Dan kom ik bij jou. Oké, okay, kom je lekker langs. Kom je het lekker brengen. Afgesproken. Deal. Oké, dan. En hebben we ook een deal dat je zometeen hebt optreden hier natuurlijk? Hallo, natuurlijk. Hey, heel of goed. Course. Heel goed. Waar is mijn lee trouwens? Ik voel mij wel ergens. Oh, jij hebt zo'n hula-hula-hop dingetje. Ja, kijk, hebben we voor je hoor. Huppakee, alsjeblieft hoor. Die is voor jou. Kijk, next, toch? Zijn helemaal af, toch? Kijk. Hey, jij gaat zometeen even spelen en ik wil even weten, wat is je favoriete zomerhit? When Love Takes Over. When Love Takes Over, ja. Kom op. Ja, dat is natuurlijk, doet jou denken aan de zomer van de 2-3 jaar geleden, denk ik. Ik weet niet eens meer welk, maar het is een classic. Ik denk dat die, weet je, dat die steeds, net als Summer Jam, die steeds elke keer weer terugkomt. Nou, zometeen ga je optreden, zometeen heb ik ook kijkersvragen. Heb jij nog een vraag voor Laurie? Geef het even door, hashtag 50 zomer top 1000. Wat mogen ze niet vragen? Mijn pincode. Waarom? Oké, alleen je pincode niet. Nou goed, heb je een vraag voor Laurie? Geef het even door.